gaat even het standpunt van de kunstenaar staan. Die een bepaalde boodschap willen brengen. Een boodschap die niet inhield dat men de democratie omver wilde werpen. Tegendeel, men wilde een boodschap brengen voor de vrijheid van het individu en voor de vrijheid van volken. Het gaat erom, wat is de mentaliteit van waaruit men de democratie benadert? Is dat een statische of een dynamische mentaliteit? Kunnen wij elkaar net overtuigen van dingen? Kunnen we net zo lang over een nieuwe partituur praten tot we er meer inzicht in hebben? Of moet het allemaal van bovenaf geregeld worden? Dat is precies het punt. Voor 1966 en daarna, die omslag. Toen werd me gevraagd, ja, wat heeft Provo eigenlijk voor invloed gehad? Nou, Nederland is in Provo-land veranderd. Alleen dat weet niemand. Behalve degene die wisten hoe het daarvoor was. Dus het was een totale bevroren situatie. Bevangen door angst voor autoriteit. Voor je mond open doen. Braaf, burgerlijk. Alleen maar Beethoven, Mozart, Schubert in de concertzalen. Dat is echt bijna niet voorstelbaar hoor, tegenwoordig. Maar het moet toch wel even af en toe gezegd worden. Ja, het was niet voor niks, die nodenkraakactie. Echt niet. En wat waren jullie eisen op dat moment? Nou, verandering bij het concertgebouw. Hè, als vlaggendrager van het muziekleven. We wouden Moderna. En de nieuwe grote doorbraken in de muziek wouden wij. Daar eisten wij eigenlijk respect voor op. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ja. Of wilden jullie vooral je eigen muziek gespeeld hebben? Nou ja, dat lijkt het natuurlijk. Ik heb toen verboden dat mijn stukken in het concertgebouw werden gespeeld. Maar ik was wel de enige daarin. Maar goed, daar lijkt het natuurlijk een beetje op. Maar dat is een beetje een provinciale reactie. Want het ging om een muziek, een compositorische doorbraak van na de oorlog, die gestoeld op de Weense school, Schoenberg, Weber, die wereldwijd was. Dus het was niet een typisch Nederlandse uitvinding. En daar was geen respect voor. Dat hebben we een beetje bij elkaar geschreven. Ja.